Zo, hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal FC Nederland. We gaan een nieuwe serie starten en zoals je misschien al gezien hebt, de serie heet Henk Veerman to Glory. Wat gaan we doen? We gaan een carrière starten met St. Pauli. Ik ben wel de trainer, zoals je hier kan zien. We starten op legendarisch, maar we willen dat later aanpassen naar ultimate, naar ultiem. Dus we gaan gewoon op de allermoeilijkste moeilijkheidsgraad spelen. Waarvan ik je wel even wil zeggen dat ik dat vergeten was in de allereerste wedstrijd aan te passen. Want je kan hier geen legendarisch kiezen. Je kan alleen maar, of je kan hier geen ultiem kiezen, moet ik zeggen. Je kan hier alleen maar legendarisch kiezen. En later kan je dat dus nog aanpassen naar iets moeilijker. Maar dat was ik dus vergeten. Maar de eerste wedstrijd die je in deze aflevering gaat zien, is dus op legendarisch. Dat als eerste even gezegd te hebben. Mensen, wat gaan we doen? Nou, ik ga het jullie vertellen, ik ga het jullie laten zien. Henk Veerman, jullie kennen hem waarschijnlijk wel, maar even een korte introductie. Geboren 26 februari 1991. Nederlandse voetballer die doorgaans als aanvaller speelde. Voornamelijk bij Volendam, Heerenveen en nu dus bij St. Pauli. En hier rechts onderin kan je dus zien. 3 wedstrijden gespeeld, 3 goals. Lang geblesseerd geweest, maar 3 wedstrijden, 3 goals. Ja, meer hoef je niet te zeggen, toch? St. Pauli, wat is dat dan voor club? Nou, het is een sportclub uit Hamburg, bekend als cultclub in het betaalde voetbal. De aanhang van deze ploeg afficheert zich als links, grossiert in antifascisme en staat bekend om haar strikte tolerantie, militant gemoedelijke sfeer. Symbool van deze rebelse houding is de piratenvlag met doodshoofd. Nou, jongens, dat even een korte introductie van zowel Henk Veerman als de club São Paulo. Dan nog even een klein nieuwtje. Want de spelerstunnel, ik zat gewoon even te kijken, wat is São Paulo dan voor club precies? Ik weet het wel een beetje, maar niet helemaal. Dit is dus de spelerstunnel van São Paulo. Ziet er toch echt enorm vet uit. En dit is de entrance naar het stadion. Nou, als dat niet mooi is, dan weet ik het ook niet meer. Maar goed, dat allemaal gezegd te hebben. We gaan gewoon lekker verder met de carrière. Je kan hier zien wat ik allemaal wel en niet ingesteld heb. En dan gaan we gewoon lekker van start. Europa League, nou dat spelen we natuurlijk niet met São Paulo. Want São Paulo komt uit op het tweede niveau van Duitsland. En dat doen ze eigenlijk bijna altijd. Ze zijn wel eens een keer gepromoveerd, geloof ik. Maar waarschijnlijk ook gelijk weer gedegradeerd. Want ja, daar hebben ze gewoon het geld en de middelen niet voor. Maar wat willen wij gaan doen? We willen dus een Henk Veerman to Glory. Wat is dus de bedoeling? We willen dus gewoon sowieso gepromoveerd naar de Bundesliga. We willen gewoon dat Henk Veerman het hartstikke goed gaat doen. Ik wil dat Henk Veerman gewoon het Nederlands elftal gaat halen. En ik wil gewoon prijzen gaan winnen met St. Pauli. En dat we gewoon een hele grote Duitse club kunnen worden. Dat is mijn doel met deze carrière. Met dus centraal voorin. Dat heeft dus aanhalingstekens. Henk Veerman. Nou, dat is dus een beetje het doel. En wat ik wil met deze carrière. Vinden jullie dat leuk? Laat even weten in de comments. Dan weet ik of ik in ieder geval verder moet gaan met deze serie. Ja of nee. Druk even op het duimpje omhoog als je dit leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent. En ja, laat sowieso gewoon even wat leuke dingen achter in de comments. Nou, hier kan je dan een beetje zien. Miyachi kunnen we misschien nog wel van Feyenoord. Is ooit daar uitgeleend geweest. Zat toen nog bij Arsenal. Uitgeleend aan Feyenoord. Japanse buitenspeler. Die zit nu dus bij St. Pauli. Nou, dat zegt wel een beetje wat voor niveau die gast heeft. Nou, verder kende ik eigenlijk geen ene speler. Maar goed, we moeten het er maar mee doen. Mensen, wat vinden jullie? Moeten we spelers gaan kopen? Ja of nee? En zo ja, wie moeten we dan gaan kopen? Ja of nee? Ik heb geloof ik om en nabij de 4 miljoen euro. Ik heb geprobeerd wat spelers te lenen van onder andere Leipzig. Wat talentvolle spelers. Maar die wilden allemaal niet komen. Dus nou ja, dat zegt al genoeg denk ik. Laat even weten, moet ik spelers gaan kopen? Ja of nee? En zo ja, wie? Dan kan ik kijken of we daar wat mee kunnen. Nou, transferperiode is begonnen. Bedankt directeurtje, dat wisten we al. Naamsbekendheid willen ze, financieel succes. Goed doen in de competitie in Nationale Beker. Nou, dat is een beetje standaard lijkt mij. Dan hebben we hier ook nog wat berichten. Maar goed, dat is allemaal lulkoek. We gaan gewoon even een wedstrijdje in de voorbereiding spelen. Dit dus op legendarisch. En niet op ultiem zoals ik wel wilde spelen. Maar dat dus vergeten was aan te passen. Maar hier hebben we Henk Veerman met zijn allereerste actie. Mooie kapbeweging. Met links in de korte hoek. En oh, hij schiet hem er gewoon gelijk al in. Wat een god is het toch ook, hè? Die Henk Veerman, jongens. Het is niet te geloven. Henk Veerman. Eerste aanval en het is gelijk al een goal. Nou, dit is dus gewoon waarom ik deze carrière wilde starten. Wat een speler is dit, jongens. Niet te geloven. Hier ook nogmaals Henk Veerman. Kapbeweging naar binnen en bam, gelijk een doelpunt. We spelen tegen, trouwens tegen het Noorse Mul.
de of zo, weet ik veel hoe die precies heet. Maar goed, hier zo dan krijgen we de 1-1 tegen. Daarbij moet gezegd worden dat de man die scoorde in het begin gedekt werd door Henk Veerman. Dat gaan we hier zien. Kijk, daar helemaal links in beeld. Henk Veerman staat erbij. En hij is ook kwijt. En het is het doelpunt. Ja, shit happens. Het staat 1-1. We gaan gewoon lekker verder. Dan, hier wordt Miyachi weggestuurd. Is natuurlijk snel. Kan verder niet zo heel veel. Maar hij kan een balletje wel lekker voorgeven. Strak voor de goal. En het is 2-1. Het is Sorata. Heet die geloof ik die speler. Die scoorde. Ik ken al die namen nog niet zo goed, jongens. Maar goed, vaak kwam er gereed uit. Want het gaat natuurlijk maar om één man. En dat is Henk Veerman. En die erbij. Dat moet er gewoon weer voor staan. Hier ook Miyachi. Snel aan de buitenkant, voorzet, strak, keeper doet niks, geen idee waarom niet, maar goed, had hem misschien best kunnen hebben. We staan in ieder geval 2-1 voor, oh, Sobota heet die, sorry, Sobota. Dan Miyachi hier aan de bal op Müller Daly en die scoort de 3-1 en zo staan wij al riant op voorsprong in de eerste helft. Müller Daly zal best een Deense speler zijn, ik weet het allemaal nog niet. Hij staat in ieder geval links buiten. En hij scoort de 3-1. Hier een goede actie. Overstapje. Hoppatee. Krijgt de bal terug. En gescoord. En zo gaat het eigenlijk nog niet eens zo heel erg slecht met dit team. Ik had verwacht. Het is natuurlijk gewoon echt een kneuze team. Het zal wel beroerd gaan. Maar het valt allemaal best wel mee. Dan Miyachi hier op Veerman. Veerman weer met links geschoten. En het is 3-1. Henkie Veerman. La 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 la. Ik krijg geen liedje van Henk Veerman. Maakt het allemaal niet uit. Misschien moeten we een liedje verzinnen voor Henk Veerman. Heeft iemand een liedje van Henk Veerman? Dan ga ik die gewoon inzingen. En dan gaan we die afspelen als hij scoort. Mensen, ik vind het een goed idee. Laat het even weten hoe en wat hier ook. Goed gedaan. Henk Veerman met links. Hoppatee, bam, niks meer aan doen. Dan gaan we hier ook verder met de tweede helft. Gaan we met Knol aan de bal. Knol, familie van misschien, geen idee. Sobota wordt aangespeeld. Sobota op Henk Veerman. Ja, en dan kan het niet anders. Het is gewoon weer het doelpunt van Henk Veerman. Het is het derde. Hij maakt gewoon een hat-trick in zijn allereerste wedstrijd. Hoe lekker is dat? Helemaal niks mis mee. Henkie Veerman hier nogmaals. Goed aangespeeld, helemaal vrij. En de doelpunt, hoppatee, niks meer aan doen. En dan gaan we weer verder met de wedstrijd. We staan inmiddels 5-1 voor, jongens. Sobota is hier weer aan de bal. Sobota, wat gaat hij doen? Geeft hem maar Veerman. Oeh, en dat was bijna zijn vierde goal. Hij scoort gewoon bijna nog een keer. Helaas gaat deze net niet in. Het scheelde weinig. Maar ja, hij is mis. Dan Knol weer aan de bal op Sobota. Sobota naar Veerman. Veerman gaat hier de 1-2 aan met Sobota. Krijgt die bal dus terug. Gaat hij dan weer scoren? Ja. Het is gewoon weer Henkie Veerman. Hij scoort gewoon 4 keer, jongens. Het is niet te geloven. Hij kan zijn lach niet inhouden volgens mij. Maar het is gewoon waar. Henkie Veerman. 4 goals in zijn eerste wedstrijd in deze Henk Veerman to Glory serie. Nou, als dit geen fantastisch begin is, dan weet ik het ook niet meer. Hier dan Müller Daly weer aan de bal. Gaat hij doen? Gaat hij hem dan naar Veerman geven? Jawel, dat doet hij. Veerman, jongen, die had er toch wel in gemogen. Die keeper houdt hem tegen Cornet of zo, weet ik veel. Die gozer. Deze hier ingevallen voor Miyachi. Die scoorde dan, stond buitenspel. Maakt niet uit. Henk Veerman, 6 doelpogingen, 4 doelpunten. Mag die bal mee naar huis nemen, want hij heeft gewoon een hat-trick gescoord. Hoe lekker is dat? Hun waren beter qua balbezit, maar wij winnen met 6-1. Ja, zo is het. Veerman, zwaar terecht. Man of the match geworden. Conte heet hij trouwens, die rechtsbuiten. Ik zie het nu staan. Maar goed, dat is het dus. Hier kan je even de selectie zien die wij nu hebben. Die is niet al te best. Heel veel 60 rated spelers. Ik ga er in ieder geval een paar van even op de transferlijst zetten. Want ja, al die 66, 65 rated spelers, dan moet je erbij. Zeker als je al 6 verdedigers hebt. Waarvan er meestal maar 3 of 4 gebruikt gaan worden. Dan gaan er gewoon even een paar weg. Dat is rechtsachters. Wat moet ik met 4 rechtsachters, jongen? Weg erbij. Hoppatee. Kijken of hopen dat iemand ze wil hebben. Een beetje geld ervoor betaald. Zodat we in ieder geval misschien nog een leuke speler terug kunnen halen. Mensen, laat nog even weten. Mocht je nog suggesties hebben voor een aankoop. Laat het weten. Dan kan ik die wellicht gaan halen. Nogmaals. We hebben natuurlijk niet heel veel geld met deze club. Ik geloof ergens tussen 3 en 4 miljoen euro. Hou daar rekening mee. Ga dus niet zeggen koop Neymar. Dat heeft niet zoveel zin. Ja, het mag wel natuurlijk. Maar dat gaat natuurlijk gewoon niet worden. Hopelijk zitten er wat leuke spelertjes bij die jullie aanraden. Bij Feyenoord gaat het hartstikke goed. Ik ben erg blij met de spelers die jullie hebben aangeraden. En hopelijk gaan we dat hier ook gewoon weer doen. Mits we natuurlijk doorgaan. Want als jullie hier geen reet aan vinden, heeft het weinig zin. Gaan we natuurlijk ook niet verder. Maar ik ga er vanuit van wel. Want wie wil er nou geen
Henk Veerman de glorie zien, jongens. Toch fantastisch. Nou ja, hier zie je nog, we kunnen nog wat wedstrijden verder gaan spelen. Maar dat gaan we nu niet doen. Dat gaan we dus doen de volgende keer. Hier kan je zien Hannes Wolf. Die wilde ik proberen te huren. Loekman en Ampadu, allemaal van Leipzig. Ik denk, nou ja, wat jonge spelers bij Leipzig die te slecht zijn om daar te spelen. Misschien willen die een jaartje bij São Paulo komen voetballen. Maar dat gaat dus helaas niet door. Dan hebben we hier nog wat spelers waarvan ik dacht van ja, die zijn vast boos dat ze weg moeten. Maar ze zijn blij dat ze op de transferlijst zijn gezet. Nou, dat is mooi. Zo de mythe dan ook op, joh. Zoek lekker een nieuwe club. Eentje die een beetje geld betaalt. En dan kunnen we hopelijk afscheid van elkaar nemen. En wij weer nieuwe spelers ervoor kopen. Maar mensen, dit is dus het einde van deze eerste aflevering. Hopelijk vonden jullie het leuk. En hopelijk tot de volgende keer. Later!